Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Het is lang geleden, maar ik ben er weer en ik ben mijn account kwijt. Ik weet niet hoe, maar ja, het zal wel. Weet je, ik speel eigenlijk nooit meer, maar mijn vriend wou het, dus. Dus gaan we gewoon wat potjes doen, I guess. Hè? Even kijken. Laten we gewoon duo doen. Wat de hel? Alles is veranderd. Doe even duo. Ja, en niemand gaat deze video kijken, denk ik, maar ja, we gaan het gewoon zien. Welke knop werk ik doe, Rico? Zo, deze Nog even geen skin. skin. Huh? Nee, laat maar nou. Nee, deze. Ja, mooi. Let's go. Ja, en natuurlijk, vergeet niet natuurlijk te liken als je hem leuk vindt. Als je überhaupt nu nog kijkt, echt gefeliciteerd. Maar mijn vriend wil even een video maken. En ik weet niet of jullie mijn naam zien. Dit is mijn naam. Ja. Drip aan mijn jongens, set time. Godverdomme, man. Hij vo Het was zo maar, rustig, nee, bro. maar het zieligste is gewoon, hij volgt mij nog steeds. Dat is het zieligste, zegt hij. Waarom ga je überhaupt daarom lachen? Nee, maar dat. Nee, ja, weet niet. Het is gewoon. Dat het zieligste is, dat is juist het chillste. Dat hij in ieder geval nog niet heeft kunnen unvolgen. Daar gaat het niet om. Ik ben dood. Ja, dat ga ik ook dood. Maar Moving dood. zeg maar, het gaat mij boeit die unfollow dan echt niet hoor, maar het is Nee, ik echt. weet niet of het aan aanlandt. Het is gewoon kut dat hij gewoon dood. Ja, ik weet niet hoe ik moet zeggen, Dat hij overleden is. maar. Ja. Broer, hij was altijd zo aardig. De beste van de wereld. Hij was wel echt een fucking goede speler hoor, dat wel. Ja, met zijn laatste video. Ja. Maar ik vind het. Nu krijgt hij zoveel views en zo en volgers. Net nu hij dood is, hè. Krijgt hij 20.000 volgers. Like. En als hij. Toen hij levend was. Toen kreeg hij echt 2 keer zo minder of zo. Ik vind dat. Ja. Ik Maar dan kan vind ik dat wel wel. Ik begrijpen vind van dat hem. wel. Ja, ik begrijp het ook hoor. Hij Maar. volgt hem nu omdat hij dood is. Dus Ja. eigenlijk heeft hij niet zoveel Ik wil meer. vond het ook wel jammer. Dat hij. Dat ze niet volgden toen. Ik ben eerlijk als Aapman ik. nog Nee, maar leefde, ik heb zeg maar. Aman nooit. Ik heb Aman niet. Ik volg Aman niet. Maar nu toch wel, of. Ja, nu wel. Maar Ja. dat is geen Het is zin wel meer. jammer dat hij niet echt populair werd toen. Toen die. Ja, wacht, hoe moet je dat zeggen? Ja, toen hij nog levend was. Maar ik vind dat zo raar, jongen, om te zeggen. En Ik snap zo. Maar ook echt. zo kut. Like. Ik mis hem echt. Oh, hij had me ook heel vaak. Hij had me ook 1 keer geholpen. Ik had ook 1 keer met hem gespeeld, jongen. Nee, echt, serieus? Ja, toen had hij mij geholpen met. Ja, rang 25 Leo. Maar die trofeeën en zo boeien even niet, man. Ik vind het gewoon zo naar. Ik had ook 1 keer bijna gehuild, maar ja. En je ziet ook op TikTok al die video's erover, man. Oh ja, ik snap het ook wel. Ik denk moet ik Ik ook nog snap jouw moeder ook wel. ik denk moet ik er ook nog een video over maken. Of mijn en mijn profielfoto veranderen, want dit is zo kut. Ik denk ga ik gewoon mijn profiel ook nog naar Aban doen, want even respect houden Ik ga natuurlijk. denk ik ook een video Want maken. iedereen heeft Aapman profiel, dus moet ik dat denk ik ook wel doen hoor. Ik denk dat ik dat wel moet doen, ja. Ja. Ik ga dat ook gewoon doen hoor. Maar het is ook zo moeilijk uit te leggen, like. Waarom heeft hij het überhaupt gedaan? Dat Hij, weet ik niet. ja. Weet, ik denk, deed hij online gewoon heel aardig. Misschien vond hij dat gewoon heel leuk, maar dat hij in het echt. Het Jongens, wie weet leven wel niet wie zo leuk zelfmoord heeft had. gepleegd? Zeg het in de comments als je nog kijkt. Ja, Ik denk dat maar. we naar deze video kijken. Wat denk jij? Huh? Denk jij dat we naar deze video nog kijken? Of denken jullie dat ze gewoon. Ja, ik denk kijken ze niet per se om de gameplay, maar hoe wij, ja.
spelen en hoe we over Abraham praten. Ja, ik vind het zo gewoon kut, man. Ik denk dat ze puur blijven omdat mijn naam dit Abraham heeft. Ja, maar... Ja, maar echt zoveel mensen... die vinden het ook wel jammer. Merk ik ook wel op TikTok en zo. En heel veel weten het ook nog niet. Die Aapmand volgen. Maar Eend heeft er ook al een video over gemaakt. Iedereen, bro. Ja, ik moet dat ook nog doen, man. Ik vind het echt heel jammer. Allemaal voor de toxic dumb. Nee, niet. Maar... Ach, nou ja. Ik vind het wel echt kut, man. Maar ik... Ja, ik... Het is zo moeilijk uit te leggen. Jezus. Kun jij nog over wat vertellen of zo? Of gaan we gewoon... Ik ben gaaf, man, jongens. Ja, ik ook. Maar ik denk nu ook alleen maar over hem, hè. Ik denk alleen maar over hem. Dat is echt niet normaal. Had jij app? Wacht, had jij dat ook? Wat? Dat je alleen maar over Abraham dacht. Ja. Maar ook gewoon TikTok voelt zo anders. Dat is echt niet normaal. Zonder hem is het gewoon echt... Kut. Ja, gewoon poep. Er is gewoon niks aan dan. Ja. Echt niet normaal. Ja, ik vind het zo niet normaal. Respect als jullie nog kijken, trouwens. Ja, maar wat wij doen is in video's is dat wij gewoon even praten over dingen die zijn gebeurd in het nieuws. Ja, maar toen ik dat hoorde, ik dacht van wat? Ik dacht eerst dat het pas. Maar ik dacht eerst van, omdat hij normaal ging quitten. En ik dacht van, wat, waarom zou je dat dan zeggen? Rip Aapmand, hij quit alleen maar, zeg maar. Ja. Maar toen kwam ik er dus achter dat hij dat niet zo was. Dat was echt zo naar. Dat was eergisteren of zo, toch? Maar, jij hebt het ook tegen mij verteld via WhatsApp. Dat ja. Dood. Oh, ik vond het zo jammer. En ook een vriend heeft een video over gemaakt, man. Stijn. Stijn krijgt nog even... Dan moet je ook nog even zijn video kijken, want hij heeft er ook een video over gemaakt. Maar ik vind het zo jammer, man. Hij was echt... En maar even, hij was echt een goede gast. Hij was echt aardig. En hij had dus ook een face reveal gedaan, maar dat wist ik niet. Wie? Ja, Aapmand. Maar... Ik heb hem ook nog in... Oh, hij heeft er ook nog een paar reacties onder mijn video's gezet, man. Vroeger. Maar, nou, ik weet niet meer precies, maar ik kan later wel een keer kijken. Maar het was sowieso een legend. En ik wist nog toen hij de 10k ging halen. Was echt geweldig. Toen zei ik ook gefeliciteerd en zo. Toen zei hij ook bedankt. Met natuurlijk een blije smiley. Maar volgens mij had hij in het echte leven gewoon veel moeilijker. Dan online. Ik denk maar flirde online gewoon Brawl Stars. En TikTok flirde hem op door zijn volgers. Dat... Ja, maar hij wist denk ik niet, ik denk wist hij niet dat de zijn volgers erachter zouden komen. Dat in ieder geval, want anders zou je ook geen zelfmoord plegen. Ik denk, zouden ze dan denken, ja, Aapmand is gewoon niet meer online, weet je. Het is zo, ik vind het echt heel jammer. Huh? Kan je hier in de Mafia wonen of niet? Ja, vriendschappelijk, maar... Cool. Maar, ik zag... Wacht, volgens mij heeft Joran Bouwzer ook een video over gemaakt. Want dat weet ik niet. Wel. Ja, ik denk hij ook wel, man. Maar... En ze gingen ook zijn oude events doen. Wat Aapmand heeft verzonnen. Heeft hij die hebben ze ook weer gedaan. Alleen dan zonder hem. Dat is wel echt jammer, man. Oeh, ja. Ja, ik vind het echt fucking jammer. Maar ja.
En nu heb ik. Ja, we hebben nu al. We hebben nu bijna wel alles Daarom staat gezegd. nu ook Rip Aapmaand om te laten Ja. aandenken. Er moet nog wel een hartje bij en zo. Maar dat kan ik wel zo zeggen daarom. Ja, ik doe dat wel dan. Ook al speel ik niet meer, ik ga dat gewoon doen hoor. Ik vind het wel echt jammer. Oh my god. Come on. Jammer. Boeit niet, boeit niet. Oh. Ja, zou ik het ook even doen? Of kan ik mijn naam. Oh, ik kan mijn naam ook niet veranderen. Maar ik doe wel even de spike icoon. Waar staat hij hier? Zo. Ja, Maar waarom moest hij op zijn zelf maar plegen of voor om voor een trein? ja, mensen zeggen van dat hij dat er van hem, ja, weet je wel, vieze foto's Ja, dat heb ik niet helemaal naar gezien. van hem verspreid werden. Dat heb ik gehoord. En nog iets anders, maar dat weet ik niet meer. Maar waarom is hij gekozen om voor een trein te springen en niet een andere zelfmoord? Ja, dat is natuurlijk ook de vraag, maar daar kom je natuurlijk niet achter, dus. Ik denk dat hij wist dat de trein gewoon de snelste manier was. Oh. Dat was het eerste wat in zijn hoofd opkwam. Tja, ik weet niet eens of mijn abonnees je kunnen Ik ga horen, dat. maar. Ik ga even dichterbij bij jou, want. Oh shit. Ik ben dood. Oh, ik heb mijn brood. Maar. Ja, ik heb er eigenlijk niks meer over te vertellen. Ik vind het ook zo. Ja, ik heb het al natuurlijk heel vaak gezegd dat ik het jammer vind, maar. Ik ga er sowieso nog een video over maken, man. Ik vind het zo jammer. Oh, nou. Ik denk, moeten we maar de video afsluiten of zo. Ik heb niks te vertellen. Nog een paar potjes, ik heb wel wat te vertellen. Wat dan? Ja, dan moet ik zeggen, als we in een potje zitten. Oh, verbinding is verbroken. Lekker. Ja. En mijn ding lekt. Lekker toch? Nou, ik denk we moeten maar gewoon video afsluiten, want we hebben. Wacht, Nee. wat heb jij nog te vertellen? Heel veel dingen. Wat dan? Nog 2% heb ik iets te vertellen. Oké. Nou jongens, hoe gaat het? Serieus? Dat is echt een kut moment. Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Ik ging ook elke nacht wakker van Aapmand. Ja, maar ook in de ochtend. Ik opende mijn mobiel toen ik net wakker was, 9 uur of zo. Toen zag ik ook al zo'n video over Aapman. Ik echt. Toen had ik al zo'n slechte ochtend, hè. Ik vond het toen al een poepochtend gewoon. Dat was echt ook een naar moment. Maar ja, verder heb ik er niks meer over te vertellen, you know. Misschien jij nog, maar. Eigenlijk hebben we alles wel een beetje gehad. Ik kom het ook bij veel video's gewoon Rip Aapmand en zo. Waar het ook over Aapmand gaat. Om respect te tonen, want dit is echt. Nou ja, ik heb er niks meer over te vertellen en ik weet niet hoe je het moet uitleggen, weet je. Ik heb dit nog nooit in mijn leven meegemaakt. Natuurlijk, heel veel niet, maar. Heel veel niet. Maar ook hoe de ouders en sowieso zouden denken is gewoon. Maar Ja. hij is maar 15. Niet ouder. Ja, dat vond ik. Ik wist niet eens dat hij 15 was. Nee, ik dacht dat hij veel ouder was. Tja. Ik wist gewoon totaal niet. Maar ik vind het wel Ik dacht echt dat hij jammer, man. 20 was. 21 of zo, dacht ik. Hij verdiende dit echt niet, bro. Nee. Nou ja, sowieso niemand verdient dit. Ja, dat sowieso. Niemand verdient om zo te sterven. Dat zijn niet Nou. herinneringen. Laatste potje. Het is gewoon niet fijn om te horen. Ja. Het is gewoon heel slecht voor iedereen. Ik denk hebben we ook heel veel van gehuild hoor. Dat zie ik Hebben ook jullie wel. de eerste keer dat jullie het hoorden, schrokken jullie toen? Waarschijnlijk wel. Ik dacht van dat kan niet waar zijn. Nee, ik dacht dat het een grap was van het nieuws.
En later realiseerden we ook echt wat we samen ook hebben meegemaakt, jongen. Ja, wat we bereiken. Hij heeft ook de lievelingsspikes in de avond. Oh. Iedereen denkt aan avond. Ja. Oh, ik wil ook geen trein meer zien, bro. Ik wil ook geen trein meer zien. Ja, maar kom op. Dat is niet zo bedoeld, maar kom aan. Ik wil sowieso niet de trein zien waar Amand voor is gesprongen. Sowieso niemand. Ik weet niet of jullie trouwens Joni, mijn vriend, goed kunnen horen, maar ik hoop het wel. Anders zet ik dat wel even in de video naam. Als jullie me horen, zeg dan kip is super lekker. Ja, maar nee, niet kip is super lekker, want dat boeit even niks. Zeg dan, als jullie me horen, zeg Rip Amand in de comments. Allemaal Rip Amand. Ja. Zeg dat hij het niet heeft verdiend. Sowieso niet, maar... Kom op, dit potje even winnen voor hem. Kan jongens, we gaan proberen dit potje maar even te winnen voor Amand. We moeten even al die krachtpunten daar nog pakken. Dit potje moeten wij winnen. Kom op. Winnen voor Amand. Oh, nee. Help. Yes. Oké, help. Doei. Oh nee. Come on. Je kan dit, Johnny. Shit. Ja, dat is niet echt goed voor Amand. Zal ik één potje doen? We gaan morgen nog wel verder. Morgen hebben we nog tot 3 uur. Dus. Ja, is goed. Ja, jongens. Doei. Dat was een beetje een video. Ik vond, het is gewoon heel naar, man. Ja. Ik maak ook even een club aan. Rip Amand, allemaal in de comments. Allemaal Rip Amand. Zo. Ja, dit. Ik maak later nog gewoon beschrijving aan. Maar. Dat was de video. Ja, leuk was het niet echt. Ja, maar, hopen dat jullie... maar het moest er wel gewoon uit. Ik hoop dat jullie begrijpen wat wij vinden van de dood van Amand. Ja, sorry dat we het niet echt kunnen uitleggen, maar. Volgens mij kan niemand het uitleggen. Ja. Nou ja, doei. Ik zie jullie later weer. Dus ja.